Vertel je verhaal. Nou, mijn verhaal begint eigenlijk in Apeldoorn. Daar ben ik geboren en opgegroeid in een gezin met een vader, een moeder, een broer en een zus. Mijn ouders waren lid van een geloofsgemeenschap, het Apostolisch Genootschap heette dat. En elke kerst voerden we een toneelstuk of een kerstspel. Dat was niet het traditionele kerstspel. Dat ging eigenlijk altijd over iets uit de geschiedenis. Het leven van Marie Curie bijvoorbeeld. Mohammed die naar de berg ging. Allerlei geschiedenisverhalen. En elk jaar was er weer een nieuw spel. Dat werd landelijk, geoefend of gemaakt. En wij gingen dat oefenen. Dus het was vanaf september tot kerst was het eigenlijk altijd een drukte van je welste. Spanning, wat voor rol krijg je en wat moet ik aan? Voor vrouwen is dat altijd heel erg belangrijk. En voor meisjes in de puberteit ook. De kleding was altijd te strak, want ik moest zelf gemaakt worden. Het was een zelfvoorzienende gemeenschap die alles maakte tot de decors toe. Dus je had eigenlijk geen gezamenlijke kerst thuis, maar eigenlijk een gezamenlijke kerst binnen een gemeenschap. Thuis werd er snel gegeten, boerenkool met worst of zuurkool of een broodje snel. Want 's ochtends was het een kleuterspel en 's middags was er een volwassenenspel. Op de tweede kerstdag en de eerste kerstdag was er nog een kerstdienst. Dus het was eigenlijk, je was amper thuis. Maar het was wel heel mooi, want het was een gemeenschap met veel verschillende mensen. Veel verschillende, ook verschillende culturen. Maar ook mensen uit alle lagen van de bevolking. En ja, eigenlijk was dat, ik merkte dat als kind, merkte ik dat niet. En dat is ook goed. Want er waren geen standen, er waren geen rangen. Je was eigenlijk, op dat moment was je allemaal gelijk. En dat is mijn leven daarna bijgebleven. Ik ben in 1989 ben ik getrouwd. En toen ben ik verhuisd vanuit Apeldoorn naar Brabant. Mijn man die had wat moeite om zijn banen te behouden, merk ik nu achteraf. Dus we zijn nogal een aantal keren verhuisd. En uiteindelijk kwamen we in 1993 kwamen we hier in Delft terecht. Ik had er eigenlijk niet veel zin in, want daarvoor mijn kind was geboren in Heemskerk. Ik had een kind van een jaar toen, een dochter. En ja, ik had daar allemaal vriendinnen die ook zwanger waren tegelijkertijd bij mij. Dus je had daar banden opgebouwd. Maar ja goed, ik had zelf op dat moment geen baan. Dus je gaat daar waar je baan is natuurlijk. En ik ben meegegaan. En toen hier in Delft terecht gekomen. Ik was toen alleen wat depressief. Ik had een postnatale depressie. En we gingen hier volgen ook weer in die geloofsgemeenschap, want die is ook hier in Delft, het Apostolisch Genootschap. Maar ik vond daar niet wat ik daar hoopte te vinden. Maar dat kwam ook door mij, want ik zat er zelf niet lekker in mijn vel. En ik ben eigenlijk na 2 jaar kwam ik erachter dat ik zondagsochtends liever een wandeling door het bos maakte dan in deze geloofsgemeenschap zat. En ik ben eigenlijk heel langzaam ben ik weggegaan. Nou, mijn huwelijk is ook op de klip gelopen, een aantal jaren later. Mijn man heeft zijn dochter in de steek gelaten, dus ik heb dat verantwoording gekregen voor mijn dochter alleen. En ja, dan moet je gewoon door. Ondertussen zijn we 10 jaar verder, is mijn zus overleden. Allerlei ellende heb je dan meegemaakt. En je gaat maar door. Toen 2 jaar terug, toen was mijn dochter 25 en het huis uitgegaan. En eigenlijk ging ik toen pas alles verwerken wat er gebeurd was. En dat is dan een hele kluif. Maar goed, om het allemaal wat kort te houden. Vorig jaar was ik alleen met kerst. Toen had ik daar ook bewust voor gekozen. En toen ik daar thuis, ik zat een film te kijken. Het was een echte kerstfilm. Family Stand heette die. Nou, tranen met uit en ik kon ook niet meer stoppen met huilen. En ik denk van, ja, dit is het toch ook niet. Ik zit hier nu thuis, echt bewust voor gekozen, maar dit is helemaal niet leuk. Kerst hoor je bij elkaar te zijn en hoor je, naar mijn gevoel, samen dingen te doen, er voor anderen te zijn. En ja, nog drong ik nog niet helemaal door. Van de zomer, afgelopen zomer, ben ik bij een tante van mij geweest die op sterven lag. Tante Frida.
Want Frieda was een klein vrouwtje. Ze is nu 93. Ze leeft nog steeds. Ze is nog steeds niet gestorven. niet kapot te krijgen, zeg maar. En ik zei tegen tante Frieda van... Tante Frieda, wanneer wordt het leven nou toch eens leuk? Toen zei tante Frieda... Ik denk dat het, als jij besluit dat het leuk wordt, dat het ook leuk wordt. En dan moest ik daar even over nadenken, want het is natuurlijk niet leuk als dat tegen je gezicht wordt. Want dan heb je toch ook nog zoiets van, oh jee, dan moet ik er ook nog wat voor doen. Dus het komt niet zomaar. Dus. En toch blijf je daarmee doorlopen. En op een gegeven moment had ik een vrijwilligersborrel en ik raakte aan het praten met de manager van Ipsen de Brugge. Dat is het dagverblijf voor dagopvang voor mensen met een beperking aan de Mercuriusweg. En toen kwam al langzaam het idee, kwam naar boven van om een keer een kerstdiner te organiseren. Niet voor die tijd, niet voor de kerst, maar echt met kerst. Van ja, ik ben vorig jaar eigenlijk alleen geweest. En ik denk dat nog veel meer mensen alleen zijn met kerst. En dat zou eigenlijk niet hoeven, niet moeten hoeven. Hij zegt, vind ik een hartstikke goed idee. Als jij dat gaat doen, mag je het hier in dit pand houden. Ja, nou, dat vind ik hartstikke fijn. Maar toch nog even gewacht. Ik denk van ja, mijn ouders zijn oud. Die zijn 85. En die hadden van de zomer hadden ze weer allerlei problemen. Ik denk van ja, zal ik dat nou wel doen? En een week of 4 geleden dacht ik van, ik ga het gewoon doen. Dus ik heb een kort verhaal, wat ik wilde, op Facebook gezet. Even kijken hoe mensen reageren, dat ik vrijwilligers daarvoor zocht. En binnen een dag had ik 7 vrijwilligers die mee wilden werken. Eentje had al een locatie geregeld waar we konden gaan vergaderen. Nou, ja, dan kan je al niet meer terug natuurlijk. Dus we zijn toen begonnen met plannen maken. En dat, eigenlijk hebben we volgende week, eerste kerstdag, hebben we dus een kerstdiner van 5 tot 9. We gaan zelf koken, winkels hebben geld gedoneerd, we mogen boodschappen doen, mensen komen dingen brengen. En ja, we gaan dus nu gewoon een kerstdiner houden. En ik ben er helemaal blij van, ik ben ook heel dankbaar dat er zoveel mensen meewerken, want van de 7 vrijwilligers zijn het nu 14 vrijwilligers geworden. En de aanmeldingen lopen nog niet storm, maar dat geeft niet. We hebben gezegd, als we 4 aanmeldingen hebben, dan gaan we door. Want we zijn zelf ook een groep. En we zijn nu zelf ook allemaal alleen met kerst. Ja. Dus. En vandaar is het, ja, het kerstdiner Delft is geboren. En dat gaan we nu ook uitvoeren. En nu weet ik ook wat tante Frieda bedoelde. Het wordt pas leuk als je het zelf wilt en als je het leuk wilt maken. En niet op gaat zitten wachten. Dus vandaar dit initiatief. En ik ben er erg blij mee.